Karel de Smet, jij komt hier aangewandeld en het publiek schandeert al je naam. Je maakt je wel populair tegenwoordig. Maar het loopt wel goed voor mij. Ik denk dat ik wel een goede vorm te pakken heb, maar toch een beetje ontgoocheld met het resultaat vandaag. Ik denk als we na de eerste helft 3, misschien zelfs 4-0 leiden, dat niemand daar iets zal tegen inbrengen. Maar jammer genoeg was het 0-0 en konden we terug dat doelpuntje niet maken. Ja, Bart de Rover had het in zijn voorbeschouwing van de wedstrijd over het koningskoppel vooraan, dat ze moe in oor is. Maar ik denk dat we het even over een koningskoppel achteraan kunnen hebben. Want jij en Vianen, dat klikt wel, denk ik, daar echt van achter. Ja, het klikt inderdaad wel goed. Dennis is ook iemand met ervaring voor twee. En het is bijna zonder woorden dat we elkaar begrijpen. En de steekjes die we dan laten vallen. Ik herinner me een fase eerste helft dat ik misschien te snel instap en dat hij dan eigenlijk 2-1 en de voorzet nog kan blokkeren. Dus daar zit ook de ervaring en de klasse van Dennis die dan boven komt. En nee, het lukt wonderwel. We hebben nu denk ik 3 wedstrijden samengespeeld. Hey, 4 met Kortrijk bij. En competitie hebben we geen doelpunten tegengekregen. Op Kortrijk dan dat ene doelpunt. Want die penalties konden we helaas niet doen. Dat loopt heel goed. Oké, maar misschien komt er wel een einde aan de koningskoppel. Want wij zagen je naar de kant strompelen. Is er een ernstige blessure, denk je? Ik denk niet dat het heel ernstig is. En ik heb ook preventief gevraagd om er mij dan toch nog af te nemen. Want ik denk niet dat ik nog voluit kon sprinten. Ik voelde bij het aanzetten in mijn adductoren, denk ik, iets opstijven. Ja, als je dan achterin man op man speelt, is het niet aangewezen om dan te blijven lopen met een dergelijke kwetsuur waar je dan niet kan mee sprinten. Dus hopelijk deze week al terug trainen en voorbereiden voor de volgende wedstrijd. Ik hoop dat ik voor volgende week speel klaar geraak. We zullen komende maandag zien wat er echt aan de hand is. Maar ik verwacht het niet zo ernstig als de blessure na Lommel, geloof ik. Ik heb er wel veel moeten en ik zie wel. Oké, dankjewel, Karel Smet.